dat vandaag de zon gaat schijnen. Goedemorgen. Ik ga als ontbijt even pancakes maken. Ik zal het recept in de beschrijving om deze video zetten. Ik heb het nog nooit gemaakt. Tenminste, ik heb nog nooit pancakes via dit recept gemaakt. Het is op basis van vooral yoghurt. Dus ze zouden heel fluffy moeten worden. Klinkt goed. Er zijn dus weer wat nieuwe vegan kazen in het assortiment. En ik heb er twee gekocht. Namelijk deze Griekse soort van feta-achtige kaas. Ik vind hem niet heel lekker. Ik vind hem ook niet super vies. Maar ik zou het niet zo snel nog een keer kopen. Ik vind hem vrij melig. En toch wel een beetje zo dat typische veganistische kaassmaakje. Ik ben er niet heel erg fan van. En hier ben ik heel erg benieuwd naar. Ik heb hier heel wisselende verhalen over gehoord. Ik vind het wel heel leuk verpakt. Het ruikt nergens naar. Ik ruik echt helemaal niks. Ik vind het wel mooi nagemaakt, zo met die buitenrand. Alleen normaal is de binnenkant wat zachter van die kaas en dus vrij hard. Oké, ik ben niet de grootste fan van echt een Franse kaas. Ik vind het best wel iets kaasigs hebben. Ik kan me ook voorstellen dat als je kaaskenner bent, dat je dan denkt van dit is echt niet lekker. Maar voor mij smaakt dit gewoon echt naar zo'n schimmelige kaas. Het is echt heel zout. Hier ben ik wel echt positief verrast door. Ik weet niet of ik het echt per se lekker vind, maar ik vind de originele ook niet heel erg lekker. Ik heb allemaal lekkere dingen gekocht voor de lunch. Allereerst lekker vers brood. Aardbeidjes, uitbergsla. Ik had echt heel veel zin in een stokbrood met vegan eiersalade. Dan met die sla. Het was even een zoektocht, maar ik heb eindelijk de vegan KitKat gevonden. En ik ben heel excited. Ik vind het gewoon chill. Nu nog Snickers en Mars en Bounty. Ik maak best wel gewoon naar goedkope chocola. Nou, tempo kijken. Avondeten maken en we eten vanavond een recept van Amanda Dux. Zij maakt ook YouTube video's en heeft een hele leuke website met allemaal recepten. Alleen ik kwam er net achter dat het recept wat ik van haar wil gaan maken niet meer op haar website staat. Nu weet ik wel ongeveer wat erin moet, maar ik moet het dus een beetje op gevoel gaan doen. Nu kook ik eigenlijk bijna altijd wel op gevoel. Hopelijk lukt het me deze keer ook weer. Het is een recept met een soort zelfgemaakte pesto saus bestaande uit cashewnoten die even geweekt zijn in water. Volgens mij zat er een beetje water of bouillon in, gedroogde tomaten, edelgistvlokken, basilicum denk ik. Ik weet het echt niet meer zo heel erg goed. Maar volgens mij zoiets. Dus ik ga gewoon net zo lang door tot ik iets lekkers heb gemaakt. En dan ga ik er ook courgette, aubergine met wat kruidenolie uit de oven bij doen. Zodat we in ieder geval nog wat groente hebben. Oh, en pasta. Dus het wordt eigenlijk gewoon een soort pasta pesto, maar dan veredeld. Ik ga eerst even de vaten opruimen en dan ga ik daarna ontbijt maken. We hebben dus echt nog super veel bananen. Dus ik denk dat ik weer even mijn choco bananen smoothie ga maken. Als je vaak mijn video's kijkt, dan weet je dat dit echt een terugkerend ding is. Maar mocht je nieuw zijn, hoi, mijn naam is Vee en ik heb een heel goed recept voor een smoothie. Gemaakt van banaan, die gewoon naar een soort van chocoladetoetjes smaakt. Ja.
Ik krijg trouwens vaker de vraag welke keukenmachine ik gebruik. Het is deze Magimix Mini Plus Auto. Ik moet zeggen, het is niet de goedkoopste keukenmachine. Maar ik vind het wel echt het geld meer dan waard. Ik gebruik dat ding bijna elke dag. Je kan er echt alles in gooien wat je wil. Dat ding is echt, moet ik even afkloppen, maar onverwoestbaar. Nee, ik ben er echt super blij mee. Dus mocht je nog een goede keukenmachine zoeken en je hebt een wat groter budget, of je wil in ieder geval wat meer investeren in gewoon een machine die hopelijk echt even meegaat, dan raad ik deze zeker aan. Dit is zo chill. Echt, oh mijn god, zo lekker. Cheers. Ik had op Insta even een vragenstickertje gezet. Want ik dacht, misschien is het wel leuk om ook nog even wat vragen te beantwoorden. Ben je een boekenlezer of meer een podcastluisteraar? Nou, dat hangt eigenlijk van een aantal dingen af. Ik zou willen zeggen over het algemeen meer podcastluisteraar. Want dat kan je gewoon makkelijk doen als je ergens heen fietst. Als je het huis aan het schoonmaken bent. Dat doe je wat makkelijker terwijl je ook iets anders aan het doen bent. En ik vind boekenlezen absoluut heel erg leuk. Alleen, ja, ik merk zeker nu ik weer studeer, komt dat er gewoon echt niet van. En dat is uiteraard gewoon een kwestie van prioriteiten stellen. En je kan absoluut een boek gaan lezen in plaats van een serie gaan kijken of weet ik veel wat. Maar ik merk gewoon dat als ik het wat drukker heb, dat ik toch wat minder geneigd ben om dan een boek te gaan lezen. Terwijl als ik het dan doe, bijvoorbeeld in de zomervakantie of zo, dan vind ik dat ook super leuk. Wat wordt je volgende vakantie? Ik heb echt geen idee. Ik heb momenteel niks op de planning staan. We zijn aan het kijken of we misschien in de kerstvakantie op wintersport willen gaan. Jan wil sowieso. Ik ben wat terughoudender. Ik vind wintersport op zich wel, ik vind het niet stom, maar ik vind het vooral best wel duur. Ja, eigenlijk dat. Ik heb echt helemaal door dit zonnige weer zin in spring rolls. Dus ik ga even spring rolls maken. Ik ga even kijken wat er nog in de kast ligt. Volgens mij hebben we wat mie, tempeh, een beetje marineren in wat sojasaus, ketchup, agave siroop, paprika, misschien een beetje wortel raspen, avocado, sesamzaadjes. Oh, ik heb er zoveel zin in. Ik heb ze wel een beetje groot gemaakt. Dat is zo makkelijk, maar gewoon zo lekker. Ik probeer er altijd iets van avocado of tempeh of tofu in te doen. Zodat het wel iets vullender is dan alleen van die rijstvellen met groenten erin. Wat is je favoriete vleesvervanger? Ja, ik heb er echt meerdere. Maar er is eentje die ik eigenlijk wel echt regelmatig in huis heb. Ik weet niet of het per se de beste vleesvervanger is. Maar ik vind hem vooral gewoon heel erg chill. Omdat hij vrij goedkoop is. En gewoon lekker is als... Ja, ik eet dat gewoon als snack. Het is de vegan kipsnitzel. En ik heb hem nu van de Albert Heijn. Maar je hebt hem ook van de Aldi. Vegan schnitzels gaan er bij mij altijd in. Lekker met een beetje barbecue saus. Inmiddels heb ik een beetje trek gekregen. Het is alleen net zo'n beetje zo'n awkward tijdstip. Dat je denkt van ja, ik moet nu ook niet te veel gaan eten. Want anders dan wil ik mijn avondeten straks niet. Hoewel, ik wil altijd wel avondeten, dus... Ik ga even... Dit hebben we ook al heel lang niet in huis gehad. Een bakje Krusli eten. Als je iets van cornflakes, muesli, krusli eet, doe je dan eerst de muesli, krusli, cornflakes en dan de melk? Of andersom? Het is eigenlijk zo veel te zoete troep naar mijn smaak. Maar soms heb ik hier toch even een beetje zin in. Ik krijg ook best wel vaak de vraag wat voor werk ik doe. Ik studeer in principe gewoon fulltime, maar daarnaast heb ik dus nog een bijbaan. En ik werk als webcare-medewerker bij een verzekeraar. Dus daar beantwoord ik klantvragen. En ja, kijk een beetje wat er op social media qua reacties onder het post van dat bedrijf komen. Ik werk best wel veel thuis. Niet 100%, al lijkt dat misschien wel zo in mijn video's. Maar ja, ik werk ongeveer tussen de 8 en 16 uur per week. Omdat ik vandaag tot 8 uur moet werken, wil ik eventjes iets makkelijks eten. We hebben nog shawarma van Vivera. Dat is trouwens ook echt een van de beste vleesvervangers. Nee, dat vind ik wel echt de beste vleesvervanger. Ik vind deze shawarma zo chill en lekker. Ja, om toch nog iets van groente erbij te doen, ga ik denk ik even een soep improviseren. We hebben courgette, wortel en paprika. Ik ga denk ik even googlen wat ik ga doen qua soep. Oké, wortel courgette soep is blijkbaar een ding. Ik heb hier een recept van internet. Alles wat ik heb ga ik erin doen. We hebben alleen niet zo heel veel in huis van wat er in dit gerecht moet. We gaan gewoon erin doen wat we wel hebben. Facebook K3 aan het kijken. En ik wilde zeggen, ik ga een mandarijn eten. Maar ik ben mijn mandarijn even kwijt. Ja. Hier is de mandarijn. Ik vind mandarijnen zo ontzettend lekker als ze zeg maar precies de goede hardheid hebben. Dus niet te zacht, maar nog een beetje zo wat harder. En dan zo lekker zurig. Ja, dit is een goede mandarijn. Goedemorgen.
Het is echt zulk herfstachtig weer. Even kijken wat we voor ontbijt gaan eten vandaag. Ik dacht misschien gewoon een beetje havermout. Havermout met appel, rijstmelk, koekspeculaaskruiden. Lunch maken. We hebben nog tempeh over. Ik denk dat ik weer echt op dezelfde manier als gisteren tempeh ga maken. En dan ga ik het op een wrap eten met een beetje mayo, sla. Echt helemaal chill. Ik vind het wel een toepasselijke vraag. Hoe ga je om met stress? Ik kan best wel een stresser zijn. Maar wat mij eigenlijk altijd wel helpt is om gewoon even voor mezelf op een rijtje te zetten. Wat ga ik doen? Wanneer ga ik het doen? Daardoor lukt het me eigenlijk ook altijd wel om mezelf aan een planning te houden. Want ik weet gewoon dat als ik het dan niet doe, dat ik op den duur stress ga hebben. En ik hou echt niet van stress hebben. Ik word daar helemaal gek van. Zoals nu heb ik overmorgen een deadline en ik moet echt nog best wel wat doen. Dan zit ik heel de tijd in mijn hoofd van oh, die deadline is bijna. In plaats van dat ik gewoon daadwerkelijk aan de slag ga met die deadline, zit ik alleen maar te piekeren over dat die bijna is. Dus wat ik dan ook probeer is om gewoon even te denken van oké, ik heb nog 2 hele dagen. In 2 dagen kan je echt super veel doen. Doe even chill. Erover praten helpt ook altijd even met iemand. The color you wore when I met you.